Yes, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Taina van het kanaal Live Love Travel. En vandaag heb ik wel een hele leuke video voor jullie. Althans, dat vind ik zelf. Ik heb namelijk een koffer besteld van Zoetzoet, zoals je hier naast me kan zien. En ik ga die samen met jullie unboxen. Oké, voordat ik ga beginnen om deze doos uit te pakken, wil ik toch nog even kort vertellen hoe het is gegaan dat ik deze koffer heb besteld. Dan zou je wel denken van hoe het is gegaan, dat is toch simpel. Maar voor mij niet echt. Ik heb namelijk moeite met een keuze te maken. Oké, het is dan zover. Ik ga eindelijk een koffer bestellen die ik al jaren wil. Maar ik kon nooit kiezen welke kleur, of ik het wel echt wou, want hij is zo duur. En ik was altijd aan het twijfelen. Ik kwam er gewoon niet over uit. Nu heb ik besloten om hem eindelijk te bestellen. Ja, als echt cadeautje voor mezelf. En ik dacht, misschien is het wel even leuk om dat allemaal te filmen. Nou, ik had eindelijk besloten om echt de koffer te bestellen. Enigszins was ik nog aan het twijfelen toch wel een beetje. Ik dacht, nou, aan het eind van de week, wanneer het weekend is, heb ik mooi even de tijd en dan ga ik hem bestellen. Ja, zal je zien, wil je hem gaan bestellen, was hij uitverkocht. Of in ieder geval die blauwe die in de aanbieding was. Ja, toen weer een tijdje twijfelen, wat zal ik doen? Mensen om me heen gevraagd van welke vind jij het leukste, want ik kon gewoon echt niet kiezen. Toen had ik besloten van, ik ga de gele bestellen. Dat ga ik morgenavond doen. Ja, toen wou ik hem bestellen, was de gele niet meer op voorraad. Nou ja, ik zat toch wel een beetje haast bij, want ik vertrek, als jullie dit zien, zit ik in Madrid. En ik wou hem toch echt wel hebben voordat ik naar Madrid ging. Nou, ik heb ook, ik weet nog, vorig jaar een tijd nagedacht over de mintgroene. Dus ja, je zal zien welke het uiteindelijk is geworden. Laten we gaan uitpakken. Kijk, nou, dit is hem dan. Wauw. Ja, is het mintgroen? Ja, hij is wel mintgroen, maar hij is heel erg blauwig. Nou, hij is wel echt super cool. Ik vind het ook zo fijn dat hij, zeg maar, vier wieltjes heeft. Wat ook zo fijn is aan... aan deze koffer van Zoetzoet, dat er een heel mooi slotje op zit. Daarnaast zijn de afmetingen, is er rekening gehouden met de IATA-voorwaarden, de IATA-regels, omtrent handbagagebeleid bij de luchtvaartmaatschappijen. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je eventueel deze koffer niet mee mag nemen, dat hij te groot is. Wat ook wel een hele leuke bijkomstigheid was, is als je deze koffer bestelde, dat je er ook nog wat leuks bij kreeg. En dat zit namelijk hierin. En dit is een hammam doek. In dezelfde kleur als de koffer. Ziet er ook gelijk zo mooi uit. Ik vind dat heel erg leuk als er een beetje aandacht wordt besteed aan de verpakking. Oh, kijk nou. En zo ziet de doek eruit. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. Staat nu wel weer, de zon staat erop. Het zal wel heel groot zijn. Dus ik ga hem niet helemaal uitvouwen. Maar het is dus in dezelfde kleur als de koffer. Dit was hem dan. Dit was mijn unboxing video van mijn Zoetzoet koffer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat het eventjes weten met die duimpjes omhoog. Wil je vaker van dit soort video's zien? Of ben je bijvoorbeeld heel erg benieuwd naar mijn citytrip in Madrid? Waar ik
op dit moment ben. Abonneer je dan op mijn kanaal. Dat kan heel makkelijk door hieronder op de rode knop te drukken. En ja, laat even weten met wat voor handbagage jij reist. Reis je ook graag met zo'n rolkoffertje als dit? Liever met een rugzak of een grote damestas om je schouder? Laat het me weten hieronder in de reacties. En dan zie ik jullie graag volgende week weer terug. Doeg!